Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Road to Life KM-strijd in Infected. Natuurlijk had de aflevering van gisteren de 1600 likes volgens mij behaald, dus sowieso bedankt daarvoor. Daarom heb ik vandaag voor jullie meteen weer een nieuwe aflevering en we spelen op de map Whiteout. En we hebben de prachtige Lynx in onze handen. Yes, de Lynx! En er zit een Yara in! Hallo! Je zit in een video, maat. Dat is cool man, als je allemaal Yara's tegenkomt, maar ze zijn aan het freekillen. Hey! Niet met mijn clan, ik ga freekillen. Oh my god, die fan gaat eraan. Niet... Oh mijn god, hij heeft mij clantic en hij gaat lopen freekillen. Maat, ik ga je kills zien. Ja, spam maar. Nee, niet freekillen in mijn game. Hij heeft nog jaren in zijn clantic staan ook. En maat, ik ben de echte, dus je moet niet gaan freekillen hier, hoor. Laat me die scavenger oppakken, want die heb ik nodig. Oké, weg hier. Stomme freekillers. Oké. Objective almost complete. Oh my god, niet doen, jongen. Niet doen. Oh mijn god. Komen ze met z'n allen achter mij aan, hè? Jongens, jullie stonden net op de freekillen. Oh, wauw. Oké, ze gaan eraan. Ze gaan er sowieso aan. Wacht maar, jij staat hier te freekillen ergens? Ja, hero, hup. Oh shit, kom hier. Oh shit, kill defend me. Waarom doe je dat nou, man? Oh! What the fuck? Holy shit. Er loopt er hierheen, ik hoor je. Huh? Oh kut, die gaat fucking scheef. Die was nou echt scheef. Hup, hoppatee. Je moet mij niet infected maken, jongens, want dan gaat iedereen dood. Dat is echt makkelijk, waarom doen ze dat steeds? Ik heb kriebel op mijn kop ook. Kom op, even die laatste nog even nijven. Die is niet zo moeilijk. Waar zit die? Oh, hij staat hierboven. Oké, let's go. Ligt hier een ID. Jammer. Zo. En 3. 2. Wacht, eerst even tactical gooien. En dan rennen we in één keer naar boven. Wacht even. Laten we naar boven. Ga maar. Go. Yeah, motherfucker. Die voor je. Zo de knetter. Let's go, man. Dit was game nummer 1, mensen. We spelen natuurlijk in deze serie altijd 4, 5 games achter elkaar. Dus mocht je nou... Hebben genoten van game nummer 1, like hem en dan gaan we meteen door naar game nummer 2. En het was een beetje jammer, want ze waren aan het freekillen. Toen dacht ik, nou ja, ik doe Booster Buster door middel van een freekill sessie te verpesten. En toen kwamen ze met z'n allen achter mij aan, dus dat was nou niet echt heel erg handig. Maar tot met game nummer 2. Alright boys, welkom bij game nummer 2. Het is al een plain game, er zijn 3 mensen infect, dus er is nog niks aan de hand. Maar, we gaan goed opletten natuurlijk. Want er zijn 3 mensen infect, maar die 3 mensen kunnen toch hier lopen. Dus wat ik ga doen is... Ik ga hero links staan. 4 mensen infected, oké. Niks aan de hand nog. Hun staan allemaal daarbovenop, maar ik weet dat als je daarbovenop gaat staan, dat je heel makkelijk getrongnijd wordt. Dus ik ga gewoon via deze zijkant hier. En ik wil ook niet te verder inrennen, want dat bedoel ik. Holy shit. Oh, die vent die staat er nog steeds in dat plantje. Kijk, hij heeft volgens mij niet door dat ik hem zie, maar oh shit. Jongens, even wachten! Even wachten, pizza! Oh, maar hij doet het niet! ID doet het niet! What the fuck? Kut ID. Ik haat je. Waarom krijgen mensen er altijd triple kills mee? Dan krijg ik er nooit een killetje mee. Holy shit, ze komen niet allemaal achter mij. Dit is geen feest. Jongens, er staan ook nog allemaal mensen daarbovenop die je kan killen. Je kan niet alleen mij killen, jongens. 5-0, kom op. We moeten de campstrike halen. Maar ze komen alleen maar achter mij aan. Ik blijf er gewoon staan. Er komt er weer in. Ik hoor hem. Maar kijk, hij klimt naar boven. Kijk, zat een trappetje. Lekker jongens. Lekker aan het campen dan bovenop. Top idee. Echt een top idee. Ze hielden alles in de gaten behalve het trappetje. Dat is natuurlijk... Zo. Dat is natuurlijk de plek waar ze sowieso via gaan komen. En hij heeft zijn troonlijf al gegooid, die vent. En kijk, ze allemaal naar boven klimmen dan. Oh kut, er komt er een. Oh. Nee. Foei. Oprotten. Alsjeblieft. En we moeten hier eventjes weg. We moeten eventjes hier naar de zijkant. Want ze komen nu allemaal, kijk maar, ze komen. Oké, dat is er maar 1. Hij heeft zijn troon daarvan gegooid. Daar staan we in ieder geval geen last meer van. En, kut. Uh-oh. Kom maar. Lekker maat. Ze weten nu sowieso waar ik ben, hè. Want er zijn 7 mensen infected, ze weten waar ik ben. Ze heeft mijn stun gegooid, zo. En dan, ik ga het killen, even scam erop pakken. Oké, iedereen zo'n beetje is nu infected. Ik zag hem niet aankomen. Oh, wat een mooie knife. Nee, dit moet ik hem geven. Ik zag hem niet, man. Die was mooi van hem. Die was echt perfect gewoon van hem. Nice. Mooi gedaan. Nu moeten we even die laatste 2 even infected maken. Ik weet niet waar ze zijn. Waar is daar jullie jongens? Ik heb het gevoel dat ze helemaal hier. En dan hier al links zitten. Hier. Of niet? Er zijn nog 2 infected. Oh ja, zie je wel. Hij zit er wel. Ik zei het je. Oh, wat? Hoe kan die misgaan? Wat? Goed zo, teammate. Ik dacht echt, die raak je man. Die troon nou van mij. Holy shit. Zit hij hier of niet? Die andere moet hier ook ergens zitten. Wacht, we krijgen zo meteen een UAV. Even wachten op de UAV. Ik heb het gevoel dat hij ergens aan deze kant moet zitten. Ik weet niet waar die is. Even kijken waar die zat nu hoor. Nu ben ik benieuwd namelijk ook. Volgens mij ergens bij die auto. Huh? Zat die? Nee. Hij lag hier al het hele potje. Applausje voor hem man. Perfecte spot. Maar we werden een beetje genijfd. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. We gaan door naar game nummer 3. 8 killstreak. We gaan gewoon steeds een stukje hoger. Zo, deze zit wel 25. Dus tot en met game nummer 3.
Alright boys, welkom bij game nummer 3, als ik het goed heb. Ja, 3, want we hebben net die andere map gespeeld. Ik ben nu serieus alweer de map kwijt. Oh ja, Tremor, zo heette die. Hoe kan ik die mapnaam nou vergeten? Maar we spelen nu op de map Stonehaven, met de links. En op de map Stonehaven zijn er 2 spotjes waar je kan staan. Helemaal links. Helemaal links, met de links. Hé, hey, snap je, want deze sniper heet de links. Helemaal daar, oh. Daar, alleen dan nog een stukje naar links. Zeg ik weer links. En dan ook hier waar ik nu sta. En ik vertrouw deze fan niet helemaal. Nee, ga weg hoor. Ga weg. Oké, okay, goed zo, maat. High five, high five. Wow! Tegelijkertijd, man. Jij bent baas. Je bent baas, jongen. Kijk je mooie sniper. Kijk dan. Kijk die scope. Kijk die sniper. Kijk dat ghillie. Oh, je schiet al. Kijk dat ghillie suit. Prachtig, toch? Kijk dan. Hij ligt in een... Wauw. Je ligt... Wauw. Doet dat niet pijn? Hé, hey, vriend. Doet dat niet... Dat... Oh. Oh, ze... Oh, ik bevrijd je. Wacht. Ja. Ja. Yeah. Goed zo, jongen. Je bent bevrijd. Let's go, man. Goed zo, goed gedaan. Oké, okay, we gaan hier beneden staan, want als je daar boven staat, kunnen ze ook via de ladder komen. En als je hier gaat staan en hier helemaal achter op de map, dan kunnen ze alleen maar via voren komen. Dus daarom ga ik hier staan. En er zijn pas 2 mensen infected, dus we moeten even wachten natuurlijk totdat er wat meer infected zijn. En dan komen ze vanzelf naar ons toe gelopen. En kijk mijn map, man. Er staan 4 mensen staan naast me op dat inhammetje. Maar ik sta hier lekker in mijn eentje. Ik ben lekker in mijn eentje. En er is iemand geliefd die infected was. Nou ja. Dan heeft die persoon die nu infected is natuurlijk weer een wapen. En dan maakt hij ook een kill mee. En dan hoop ik niet dat ze weer lieven, want dan wordt het geen feest meer. Dus even niet meer lieven, jongens. Als je infected wordt, lekker in de game blijven. Hallo? Dat kan je niet uit, maat. Ik kan het wel proberen. Ga maar. Nee? Er staat hardscope hier, hoor. Kom op, we gaan inzoomen. Kom op. Zet er iemand. Help met onze teammate. Kom, we gaan onze teammate helpen. Kom maar. Power Ranger. Of Power Game heet die. Power Ranger. Nee, Power Game. Goed zo, jongen. Je hebt het overleefd. Nu moeten we hier blijven overleven. Er zijn 2 mensen infected. Er is iemand opnieuw connected. En dan moeten we goed opletten waar die fangs komen. Sowieso dat ze zo meteen naar ons toe komen. Want die fangs links van me zitten te schieten. Dus dan weten ze sowieso waar wij staan. En hier liep er ook heen. Ik weet niet of die fang gaat komen, maar... Volgens mij gaat hij via het kasteel, het binnenkant kasteel. Dus dan komt hij zo meteen daar heel veel enemies tegen. En daar killt hij iemand zichzelf. En je vriend! Goed gedaan! Hij killt zichzelf, man, die lul! Lekker gedaan, jongen, lekker gedaan. Oké, dat zijn allemaal ID kills natuurlijk, want die liggen allemaal in dat kasteel. En dan moeten wij hier gewoon goed gaan opletten. Hun hebben die kant goed gedekt, dus ik hoef eigenlijk alleen maar deze kant te dekken. Eén iemand getrowing knifed. Dus ze lopen nu allemaal daar. Weet je wat ik doe? Ik gooi mijn ID gooi ik hier neer. Want dan, Oh, yes. Dan kan ik namelijk weer iemand getrowing knifed. Dan kan ik namelijk deze kant dekken en mijn ID dekt dan de linkerkant. Dus ik weet wanneer ze via de linkerkant gaan komen. Namelijk als mijn ID kapot is. Maar daar ligt ook een ID, dus eigenlijk hoef ik alleen deze kant in de gaten te houden. Want daar ligt ook een ID. Ze blijven hier gewoon lekker hardscopen. Kijk, die vet achter je. Sorry, maat, ik kon je niet meer helpen. Ik schoot wel, maar ik schoot mis. Oké, okay, daar komen ze. Oh, spotted inside castle. Dat is hier recht voor mij. En ze worden allemaal getrown uit. Ze worden allemaal getrown uit. Kut. Jongens, we gaan dood. Dit is onze dood. Uh-oh. Ze komen allemaal via kasteel, maar daar kan ik niet op aimen, man. Ik zit namelijk aan de zijkant van het kasteel. En nu liggen er allemaal bovenop. Maar die hottie, de boss, gaat wel beest. Boom, dat is mijn kill. Hebben we een reflex. Hoor je die throwing knife? Holy shit, die throwing knife kwam recht naast me, gek. Okay, we moeten het hier gewoon blijven overleven. Ze moeten even naar mij toe komen, man. Die infected mensen denken niet goed na, want ze kunnen natuurlijk ook gewoon via deze kant komen, maar dat doen ze niet. Ze moeten even nadenken dat ze ook via hier gaan komen. Oh, er liep er al gewoon een hier. Dat bedoel ik, ze komen al hier, kut. Uh-oh. Nee, vriend, oprotten. Oh my god! En dan komen ze in één keer allemaal achter mij aan, hè. Shit, man. Ze moeten die links echt eruit halen, jongen. Je kan helemaal niks doen met die links. Zal ik een tomahawk across the map krijgen? Wacht. Go! Oh, shit. Net als ik hem gewoon in het potje afgelopen. Shit, man. Maar een 5 streak in 10 of in 3 minuten. Oh, dat is echt slecht. Maar het komt door die links. Als je nou een MSBS hebt, dan kan je veel meer, dan kan je veel meer doen met die links. Het is rot, want op je secondary zit ook gewoon een poepwapen. Ze moeten die links echt veranderen naar een andere sniper. De FKS of zo. Maar mensen... Bedankt voor het kijken naar game nummer 3. We gaan door naar game nummer 4. En even hopen dat we die campstrike kunnen halen. Kom op, we gaan de campstrike halen. Alright boys en girls. Welkom bij game nummer 4 op de map Strike Zone met de MTS-255. Het weet je, het irritante aan deze shotgun is dat je heel weinig ammo capaciteit hebt. Kijk maar, je hebt hier 20 kogels. En op je secondary heb je er 48 als ik het goed heb. Of nee, 56 heb je er hier. En dat werkt gewoon niet omdat je dan de hele tijd de scavenger aan het begin moet oppakken om een beetje ammo te krijgen. En... Ja, wie wordt er als eerste infected? Jij of ik? Jij of ik? Uh-oh. Uh-oh, nee, blijf hier. Blijf hier. Oké, okay, lekker jongen. High five. Woo! Let's go. Oké, okay, we zijn in ieder geval niet als eerste infected. Ook niet als tweede. Dat is mooi.
En dan gaan we nu lopen knallen. Nu moeten we gaan. We moeten gaan met die banaan. Ja, gaan met die banaan. En drie mensen infected. Het gaat op strijd zijn altijd zo snel, jongen. Dat is niet normaal. Ze staan allemaal bidom, zoals je kan zien. En dat zijn er vier. Ik heb nog geen één kill, jongens. We moeten even wat meer risico gaan nemen. Even iets meer risico gaan nemen. Willen we nu kills krijgen. Want anders is zometeen iedereen infected, behalve wij. En dan komen ze in één keer met z'n tienen natuurlijk op ons af. Dus iets meer risico nemen is hier wel op zijn plaats. Dus dat bedoel ik, meer risico nemen. Quick zo unlocked. Oh shit. Kijk uit, lekker vaat, lekker maat. Hier ligt mijn ID, dus daar via kunnen ze sowieso niet komen. Dan hoor ik het vanzelf, dan hoor ik... En oh shit, iedereen hier wordt getrokken uit naast me. ID ligt daar, die kant hoef ik niet in de gaten te houden. Dan loopt er een, loop maar door. Doei doei. En ik wil meer risico nemen, maar het probleem is... Als ik hier doorren naar de store, of naar de tunnel, of naar bridge, hoe je het ook wil noemen... Dan ben ik sowieso dood. En oh mijn god, acht mensen, oh nee. Oh nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Allemaal weg. Allemaal weg, allemaal weg, allemaal weg. Teammate, ik kom naar mij toe, teammate, kom naar mij toe. Ik zet een teammate gespannen, hier ook. Dat is in ieder geval wel mooi. En nee, nee, dit meen je niet. Hij gooit die drone niet op mij, let op. Hij gooit hem niet op mij, hij gooit hem op defense, let op, let op. Are you kidding me? Are you kidding me? Hij gooide hem op die andere teammate en niet op mij. En ik word erdoor gekild. Dat bedoel ik dus. Dit was het perfecte voorbeeld wat... Van met meer teammates op één plek staan gebeurt dit altijd. Je moet gewoon maar in je eentje op een plek staan. Of gewoon echt met twee, drie mensen. En niet met meerdere personen. Want dan gebeurt dus dit. Dit was het perfecte voorbeeld ervan. Hij gooide die troonknife op mijn teammate. En ik word erdoor gekild omdat hij gewoon kapot. Maar ook echt kapot scheef was. Bullshit dead. Kan gebeuren in effect. En hoeveel kills hadden we nu? 7. We gaan alleen nog maar bergafwaarts. Maar kom op. 25. Dit was game nummer 4 mensen. We gaan door naar game nummer 5 van deze infecte aflevering. En het gaat vandaag echt... Kapot slecht. Ik weet niet waardoor het komt, maar we worden echt getroned op echt irritante manieren, man. Grr. Daar zijn we weer. Game nummer 5. Eindelijk weer een keertje op de map Prison Break. Want Prison Break is gewoon de map waar ik de hoogste streaks in haal samen met Fright. Alleen we hebben wel weer die prachtige Link sniper. Yes. Dat zat ik echt gewoon op te wachten dat we deze sniper... Echt waar. Deze sniper is zo'n beest. Oh, we gaan er gewoon de campsite mee halen. Dit ding krijgt nooit hitmarkers. Heeft geen irritante scope. Is niet super slecht. Is geen irritante sniper. Maar echt gewoon een dikke beest sniper. Kudding. Maakt niet uit. Oké. Even oppassen. Uitkijken. En... Oh, jongens. Links van ons. Links van ons volgens mij. Ik blijf even liggen hoor. Wacht even. Teammate, kom naar me toe. Ja, kan ik. Ja, oké, let's go. Ik hoor hem schieten. Oké, let's go. Ik moest even opletten hoor, want ik wist niet of er links van me iemand infected was geworden als eerste. Want als dat zo was, dan was ik namelijk meteen doodgaan. Dus daarom stond ik even te wachten. Maar nu gaan we natuurlijk op ons plekje zitten waar we altijd zitten. En dat is hier boven op de berg. En dan gaan we gewoon... Iedereen... Holy fuck, teammate. Je moet wel opletten, maat. Ik zweer het, je moet wel opletten. Zo, de knetten, maat. Die vent, die lette echt eventjes niet op, hè, die teammates. Want ik loop gewoon die berg op. Ik heb net mijn IED gegooid. En het eerste wat ik zie is een enemy gewoon die berg op rennen. Kijk uit, teammate, want je gaat dood daar. Je gaat dood daar. Hij rent er gewoon op af. Oh mijn god. Teammate, ik zweer het je. Kom terug. Zo, ik ben scheef, man. Holy shit. Ah! Nog een... Ah! Dankjewel, hè. Nou, dat werd even tijd dat ik die vent had. Kijk, 3 kills hebben we binnen. Oh shit. 4 kills, kom op. Nu moet ze komen. Kom maar. Mijn ID ligt nog aan de linkerkant, dus daar hoeven we natuurlijk niet op te letten. En als mijn ID kapot is, dan zijn we wel de lul. Maar ze moeten gewoon even komen, die infected. Komt er weer heen. Huppatee. Dat is nummer 5, dan gaan heel veel mensen dood. Er zijn nog 6 mensen infected, maar wij zitten op een 5 killstreak. 6 killstreak. Kom op. Span voor me, kom maar naar me toe. We moeten die campstrike halen, kom op. 6. Het is bijna een nieuw record voor deze aflevering. 6 killstreak, dat is niet normaal. Maar nu moeten we er meer krijgen. Komt er weer heen. Oh shit. Let's go. Snel eventjes die sniper weer pakken. Ik moet een beetje mijn ammo besparen voor die secondaries. Want anders ben ik zo meteen weer out of ammo. Net als de vorige aflevering. Aflevering 24. En dat ging ook niet allemaal volgens plan natuurlijk. Dus een beetje mijn ammo sparen. We zitten op 9 killstreak. 10 killstreak. Kom op. Nog 15 te gaan. Nog 14 te gaan. Kom op. Oh shit. Ik ben samen nog met één iemand anders over. Uh-oh. Kom op. Laat ze maar komen. Kom maar. Oh. Oh! Huh? Nee, mijn ID. Oh, mijn ID was ontploft. Ik zat niet op te letten, man. Oh, wat een harde faal. Nee, dit was echt een harde faal. Ik dacht de hele tijd, mijn ID links ligt er nog. Mijn ID. Als mijn ID afgaat, moet ik terug. En net op het moment dat ik even aan het concentreren ben om die persoon
te killen die beneden stond, gaat mijn ID af, had ik het niet gehoord. Echt heel erg jammer, want we gingen heel erg lekker. Maar eentje had het door dat hij ook via de andere kant kon komen. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Mocht je hebben genoten, mensen, van deze Infect aflevering, geef me alsjeblieft nou je mogen. Het was een klein beetje een faal aflevering, weet je, want we hebben niet echt een hoge streak gehad, behalve deze 13 streak natuurlijk. Maar soms gebeurt dat en soms ga je lekker, soms ga je kut. En dat is Call of Duty. Bedankt voor het kijken, vergeet me alsjeblieft niet te liken. En tot de volgende keer weer. Bye bye, mensen.